Ik ben Jim Vermeulen, directeur Circuit Zandvoort. Ook van 1984 hebben wij een samenvatting gemaakt. Het is een bijna 2 uur durend programma geworden. We gaan nu kijken naar de paasraces, gevolgd door een geslaagde wereldrecordpoging van Thierry Allard. Paasraces 1984, de start van een prachtig seizoen op het Circuit Zandvoort en dan direct al in dit jaaroverzicht de Formule Ford 2000, de allerzwaarste en snelste klasse van alles wat op het Circuit Zandvoort rondrijdt. Formule Ford 2000, de naam zegt het al, wagens met allemaal Ford-motoren, 2 liter Ford-motoren, goed voor rondetijden rond de 1,40 en dat betekent gemiddelde snelheid van zo'n 150 km per uur op dit circuit. Voorin het startveld te vinden Lammy van de Heuvel, de man die het hele seizoen door van zich zal doen spreken. Met nu voor zich een Deen, Jesper Philipsen, jawel, want in deze serie wordt op Europees niveau gereden. Kijk, hier kan het ook fout gaan met zo'n Superford, ondanks het feit dat ze voorzien zijn van slicks, de zogenaamde profielloze banden, maar dan toch wat te snel door die Gerlachbocht daar en eraf. We zien hier de laatste ronde al ingaan tijdens deze paasraces, waarbij de wedstrijdleider de vlag naar buiten steekt. Hier een achterblijver op het veld, de wagen van de Dutch Racing School, met daarachter Marco Keur, een jong Zandvoorts talent dat dit seizoen voor het eerst in deze klasse aanwezig was. Finish van de eerste mans met als duidelijke overwinnaar Lammy van de Heuvel. En dat betekent dan voor dezezelfde van de Heuvel dat hij tijdens de tweede mans vanaf pole position mag trekken met naast zich Jesper Philipsen de Deen, de man die in de eerste mans tweede werd. Felle strijd in die Formule Ford 2000 klasse, vooral ook omdat het over die twee mansjes verdeeld is. Herkansingen om datgene wat in de eerste keer fout ging alsnog te herstellen. En dat was een kans voor velen die midden in het veld reden zich toch weer vooraan bij te voegen. Hier als eerste door Lammy van de Heuvel, gevolgd door Jesper Philipsen. Wij zien daar een foutje van Adrie Hurkens. Oei, en wat een schade voor deze man. Hij zou een pechvol seizoen tegemoet gaan. Want ook in de Sport 2000 waarin hij acteerde, zou hij diverse keren schade rijden. Jammer, jammer, jammer. Rest van het veld dat richting Schijflak gaat en hier het verwijderen door de OK-mensen van het wrak wat daar gestrand is. OK-mensen die het hele seizoen vrijwillig aanwezig zijn op dit circuit Zandvoort. Kijk eens wat een fraaie bijl, de spannende strijd. We zien hier Peter Cox, de winnaar van de Marlboro Challenge Cup, die tijdens deze eerste race nou niet echt helemaal voorin zat, maar toch liet zien dat hij zeker terecht winnaar was van die cup. Een groot talent, deze Eindhovenaar. Daarachter zien we ook Richard Wegelaar van de Plastic Folie Industrie. En hier al de finish. Lammy van de Heuvel wint met een straatlengte voorsprong op de man die tweede zal worden, Jesper Philipsen. Terwijl daarachter nog een felle strijd is om de derde plaats, die ten gunste van Richard Wegelaar eindigt. De Toyota Corolla Trophy. Voor het tweede seizoen alweer deze merkenraces. Overigens waarin dezelfde Lammy van de Heuvel het vorig jaar kampioen werd. En daarmee de nieuwe Toyota van Laumann en Parkie mee naar huis mocht nemen. Wat veranderingen in het rijdersveld, in het startveld van deze Toyota's. Maar mensen die daar zeker weer bij zouden zijn, zijn natuurlijk Evert Bolderheij, John Vos en nog 2 nieuw ingeschreven auto's van ANWB Autokampioen met daarin de talentvolle Arnold Lepping. Uiteraard ook Arthur van Dedem en Job van Oostrum aan start in deze merkenrace. Merkenraces die gelukkig, we zeiden dat al eerder, terug zijn op het circuit Zandvoort. Want merkenraces betekent close racen. Wagens met dezelfde motoren, dan wel elders getuned, maar toch gelijkwaardig materiaal. En dat betekent vaak sensationeel racen zoals u hier al ziet. Daar gaat diezelfde Lepping even in de fout in de Tarzanbocht. Er werd grasbaan gereced. Werkelijk van alles was mogelijk in deze Toyota Corolla Trophy. Eerste mans met hier op kop Evert Bolderheij. Die gaat winnen voor John Vos en voor Arthur van Dedem. Dan naar de Formule Ford 1600, ook wel de kraamkamer genoemd van de racewagenrijders. En daar al een foutje van de man met nummer 47, Uwe Schäfer, de Duitser, die op dit Zandvoortse circuit toch altijd zo goed ging. Daarachter zagen wij gaan Erik Bakkelaar, een Belg, en Bertrand Pachot.
een beetje buitenlands gebeuren, die Formule Ford 1600, vooral het seizoen 1984, omdat de Nederlanders in eerste instantie niet zo best mee konden komen. Dat was dan misschien wel veroorzaakt door het feit dat de buitenlanders nagelnieuw materiaal hadden en dat de ontwikkelingen bij die Formule Ford 1600 zeer snel gingen. Altijd ontzettend leuk te zien. Wij noemen deze jongens vaak de jonge wolven, omdat ze waaghalzerij uithalen op dit circuit. En het kan ook eigenlijk wel, want echt erge dingen zijn er nooit gebeurd. Daar een boze wedstrijdleider die daar een vermanende vuist opsteekt naar een van de deelnemers. Voor verkeerde acties, daar gaat iemand helemaal binnendoor. Een prachtige manoeuvre, tikt de tegenstander aan, maar weet toch de boel goed te corrigeren en pakt daardoor de kop. En dat was nou typerend voor die Formule Ford 1600, want je kon van tevoren af aan nooit weten wie dit zou gaan winnen. Er waren zoveel positiewisselingen aan de kop. Die actie daar was overigens van Bertrand Pachot. Bertrand Pachot, die later in het seizoen een hele vreemde koprol zou maken op het rechte stuk, maar daarover straks in het programma meer. Bakkelaar nu op kop voor Pachot. En aan een spin voor de man op de derde plaats. Ratzenberger, de Duitser. Dat kost natuurlijk hele belangrijke meters. Dat is ontzettend jammer. Hier de finish. We zien als winnaar over de streep gaan Uwe Schaefer. Daarachter een felle strijd op tussen Bakkelaar en Pachot. Dit is dan iets heel anders. Historische automobielen van allemaal leden van de Hark. In een race, jawel, museumstukken, prachtige automobielen hier op het circuit Zandvoort. En dan blijkt al heel snel dat de mensen vergeten in wat voor uniek materiaal ze rijden zodra dat licht op groen gaat. Want dan gaat het er echt heel hard tegenaan. We zagen daar op kop weggaan Leo Schildkamp. En we zagen een prachtige doorstart van Ben Huisman in de Lister Jaguar. Hier in beeld, achter de Ferrari, Ben Huisman, en gaat er nu al voorbij in dit unieke automobiel dat al twee keer helemaal totaal los is geweest, maar weer fantastisch gerestaureerd is geworden. Een Alfa Romeo met nummer 33 en dat zou dan moeten zijn Roland van der Spek. En u ziet het werkelijk driftend, daarachter een heel fraai oud Renaultje. Renault Gordini, zeer snel en ook zeer goed geprepareerd. En zo kwamen eigenlijk alle heren die aan deze historische automobielracing meededen aan de start. Zoals u hier ziet, Raymond Willem Geuze, terwijl gemeld mag worden dat Ben Huisman moest uitvallen en Leo Schildkamp deze races ging winnen. En dan de toerwagens, groep A productietoerwagens. Alles bij elkaar, van de dikke zware Camaro's tot de kleine Talbo rallies. Dat betekent klassen van 0 tot 1300 en ook klassen boven 2500 cc en alles wat daartussenin zit. Zeer spectaculair, omdat over het hele veld strijd werd gestreden. De Camaro's moesten het hele seizoen weer opnemen tegen de zeer goed geprepareerde Mazda van Hans van der Beek, de Mazda RX-7. Waarmee rondentijden dit seizoen van onder de 1 minuut 50 mogelijk maken. Kop van het veld, daar gaat Bertje Moritz. We zagen op kop rijden Henny Hemmers, gevolgd door Hans van der Beek. En daarachter Loek Vermeulen, hier gaan de Talbo's. En nog wat mindere goden daarachter met bijvoorbeeld Alfa's en Fortjes Escort. Ik zei het u al, een heel gemêleerd gezelschap, deze productietoerwagens groep A. Bijzonder aantrekkelijke races. Daar de kop van het veld met een verrassende Eddie Fresco aan de leiding. Gevolgd door Hemmers, dan Loek Vermeulen. En daar gaat voorbij, want die kan natuurlijk veel later remmen. Hans van der Beek in de lichtere Mazda. Felle strijd, ook daarbij gekomen zien wij Bert Moritz. Die zich bij de eerste vijf heeft gevoegd. En op weg is om punten te gaan behalen voor het kampioenschap. Want daar ging het natuurlijk om. Wij zien hier de finish gaan van Hans van der Beek, die hem inderdaad gaat winnen. En tweede zal dan worden Loek Vermeulen in de zware Camaro, gevolgd door Henny Hemmers. En de vierde wordt Loek Vermeulen.
En dan het tweewielerrijden, onderdeel van het programma Wie waagt die wint. U weet het vast wel dat het afgelopen seizoen werd uitgezonden door de AVRO Omroeporganisatie. We zien hier de Belg Thierry Allard, een man die uniek is eigenlijk in de wereld, want hij heeft dit tweewielerrijden zeer goed onder de duim. Een man ook die graag wil dat deze sport zich gaat uitbreiden, dat er meer aan gaan deelnemen. Maar velen zijn al na een aantal pogingen gestrand omdat het toch wel ontzettend moeilijk blijkt te zijn. Hij deed op het circuit Zandvoort een poging om het wereldafstandsrecord op tweewielerrijden te verbeteren. En een geslaagde poging, mogen we zeggen. Hij mocht 20 ronden lang op de beide wielen langs dit prachtige circuit gaan. En daarmee de afstand op ruim 80 kilometer zetten. 80 kilometer op twee wielen met een misschien wat stijf lichaam van het scheef zitten, maar hij redde het wel. En daarvoor natuurlijk onze bewondering voor deze sympathieke Belg Thierry Allard, die u hier ziet corrigeren en hier over de finish ziet gaan. Een nieuw wereldrecord neergezet op twee wielen. En alsof dat dan nog niet genoeg was voor deze Belg, zei hij, nu ga ik ook nog eens wat aan het wereldsnelheidsrecord doen. Dat stond voorheen ook al op zijn naam met bijna 140 kilometer per uur. Om precies te zijn 138 kilometer. Hij zegt dat moet harder kunnen. En daarom ook werden er voorbereidingen genomen. Al achterin het circuit werd gestart om met een zo hoog mogelijke snelheid over start- en finishlijn te gaan. De tijdwaarneming van Gatsonides stond gereed. En Thierry Allard kon van kiet gaan. En daar komt hij aan met een weergaloos grote snelheid op het rechte stuk. Gevolgd door een wagen die alles in de gaten voor hem houdt, met daarin ook nog een camera. Thierry Allard zal hier het wereldsnelheidsrecord op boven de 150 km per uur brengen. Een fantastische prestatie. Daar gaat hij, de man met twee nieuwe records op twee wielen. En dan krijgt hij terecht een krans uitgereikt, want zo hoort dat. Het publiek was enthousiast en Allard was verschrikkelijk blij. Het volgende verslag is van de Pinkster Races. Met spectaculaire beelden, onder andere uit de Formule Ford 1600. En sinds jaren weer een lange afstandrace voor tourwagens. Maar liefst 40 ronden met een verplichte tankstop. De Pinkster Races worden gevolgd door een recordpoging van Jacqueline de Kriet. En dat we veel meer doen dan autosport op het circuit, laten we je zien in een verslag van onder andere wielrennen, wedstrijden voor transport en bakfietsen, rolski, rolschaatsen en treeskate. Start van de Austin Metro Cup en die zagen wij nog niet eerder in dit programma, maar nu dan tijdens de Pinkster Races wel. En let u op, achter in het veld is daar al een valse start te zien van een aantal deelnemers. En dat betekent 1 minuutje straf aan de broek, uitgedeeld door wedstrijdleider Jelle Hingst. Overigens in dit veld een extra interessante deelnemer. André Haas is uitgenodigd door ADP, de Computing Company, die ook de tijdwaarneming tijdens alle evenementen verzorgde in 1984. Op kop zien wij gaan bij deze Austin Metro Cup Ed Eliazar, gevolgd door Jan van Rijn, dan Jip Coronel. En daarachter zien wij op een vierde plek op dit moment Charles van Lokeren Campagne, die inmiddels, dachten wij, doorgestoten was naar een derde. De kampioen van vorig jaar, de kampioen die dus met de nieuwe metro naar huis mocht, beschikbaar gesteld door Austin Rover. Een heel dik veld, kleine vierkante metrootjes, vinnige automobielen met vaak nieuwe en onervaren dus rijders erin. Daar ging André Hazes met nummer 25. De man kwam badend in het zweet uit zijn automobiel na de race, deed dat voor het eerst, maar was ontzettend enthousiast. En dan hier op twee fronten het zogenaamde treintje rijden dat zeer vaak behoefend werd bij deze Austin Metro's. Dat was natuurlijk zinnig, samen de luchtweerstand van twee pakken. En zo zie je maar, uit het slipstream zien we daar voorbij gaan. Een man die furore zou maken dat seizoen, Erik Post, rijdend onder nummer 7, nu op een derde plaats. Door Allwave gesponsord, zeer actieve sponsor overigens, dat Allwave dat ook in andere klassen expliciet aanwezig was. Kop op dit moment voor Jan van Rijn, overgenomen dus. Daarachter zien we Van Lokeren Campagne, dan Erik Post en dan met nummer 4 Ronald van der Zanden. Dat treintje rijden, ik zei het u al, dat was een zeer zinnige zaak. En als je samenwerking kon vinden met een collega coureur, bracht dat de kans om samen naar voren te gaan. Nog steeds een koppositie voor Jan van Rijn, maar een aanval krijgt hij hier te verduren van Lokeren Campagne.
ernaast en misschien erlangs verlopen de campagne in de mindere lijn. Want bovenin zit je natuurlijk het beste en dat blijkt hier ook. Hoewel hij er keurig naast blijft bij Jan van Rijn en daar gaat iemand er helemaal naast. Dat is dan die Erik Post die in zijn enthousiasme om bij die kop te komen even in het gras ging. Van Rijn houdt hem vast en dan zien we verloopt de campagne. En daarachter zien we, ja, en toch die gekke Post weer inderdaad. Een foutje van verloopt de campagne houdt daardoor Ed Eliazar op. En Post kan door naar een tweede positie. En dan hier het hele spul over het rechte stuk. En let u op daar achterin. Daar wordt een tikje uitgedeeld. En volgt dan een hele spectaculaire schuiver. Daar gaat het gebeuren. U ziet daar dat met nummer 18 Erik Postveld een wiel afbreekt. En met nummer 9 zien wij Erenka Robby daar gaan. Die de wagen, hoe is het mogelijk, op de vier wielen weet te houden. Overigens verderop in het programma nog een veel spectaculairder schuiver op het rechte stuk. Waarbij 4 à 5 metro zelfs betrokken raken. Erenka Robby kan doorgaan. Maar voor Erik Postveld is het natuurlijk afgelopen. Kop van het veld. U ziet het nog steeds Jan van Rijnen. Dat is bijzonder knap. Maar in zijn kielzog weet hij Erik Post. En Post kan misschien via de slipstream de overwinning naar zich toe halen. We kijken naar de finish. We zien een poging van Post, maar het lukt niet. Het is Jan van Rijn die eerste wordt, gevolgd door Erik Post. Bijzonder spannende finish. Formule Ford 1600 dan. Met op de eerste rij Erik Baklaar, de Belg. Met daarnaast Oer Schäfer. Tweede startrij Harald Huisman, een Belg. En Bertrand Gachon. En wat directeur Vermeulen al aankondigde, zal in deze race gaan gebeuren. Misschien wel de klapper van het jaar op het rechte stuk die Bertrand Gachon zal overkomen. Hier de kop van het veld. Aan de leiding met nummer 52, Oer Schäfer, de Duitser die eigenlijk het hele seizoen alle races in Zandvoort, als hij even tijd had, meereed. De man die het circuit ook erg goed kende, evenals overigens Harald Huisman. Dat is de Belg die vorig jaar in België de Marlboro Challenge Cup won. Betekent overigens voor diezelfde Harald Huisman dat hij een volledig seizoen door Marlboro gesponsord wordt. Evenals in Nederland ook Peter Cox uit Eindhoven. Felle strijd, u ziet het. Wielen aan wielen. En er werd regelmatig wat uitgetikt. Er werd zeer vaak werd er gespind met deze Formule Fordjes. De heren rijden echt op het scherpst van de snede. Steeds op z'n weer zag je die ploegjes ontstaan van zo'n 3, 4, 5 rijders. Onderling strijden als ging het om het eerste plekje. Maar dat kon natuurlijk maar voor één weggelegd zijn. Je ziet hier dat driften door die Hugenholzbocht. Daar de kop van het veld. Met aan de leiding Oer Schäfer, de Duitser. Gevolgd door Erik Baklaar. Het veld is wat uit elkaar getrokken. Dat kwam niet zo vaak voor bij Formule Ford 1600. En het is Oer Schäfer hier die door uw belt gaat. Bijzonder knapsturend. In een drift door de Hugenholzbocht. Richting schijfvlak. Gevolgd door op de tweede plaats Erik Baklaar. Op de derde op dat moment Harald Huisman. En op de vierde Bertrand Gachon. Schäfer hier in de belangrijke panoramabocht, want de uitgangssnelheid is daar bepalend voor de topsnelheid die je kunt behalen op het rechte stuk. In zijn laatste ronde, terwijl daar nog een achterblijver gaat, zien wij straks onder de Michelinbrug doorkomen. Ja hoor, daar is Oer Schäfer. Jelle Hingst rolt de vlag uit en dat betekent dat Oer Schäfer deze race gaat winnen. Maar let u dan op achter in het veld. Daar gaat aankomen bij de pijl. Bertrand Gachon klimt daar op een andere auto en gaat over de kop op de vangrail. Zijn helm vliegt daaraf. Het is onvoorstelbaar wat daar gebeurt. We zien het in de slow motion. Hij klimt op een auto die daar voorbij voor hem zit. En dan gaat hij zo de lucht in à la Manfred Winkelop. Of ooit op de Nürburgring over de vangrail. Hij raakt volledig beklemd in zijn auto, maar zal na later blijken ongedeerd eruit geknipt kunnen worden door de rescue marshals. U ziet daar zijn helm over het circuit rollen. Een uiterst spectaculaire crash met gelukkig goede afloop.
En hier het wrak, wat eens een prachtige Formule Ford 1600 was. Je ziet het dat de beschermbeugel die achter het hoofd heeft gezeten van Gachot helemaal naar voren is gebogen. Daar zat hij tussen bekneld. En dat heeft hem waarschijnlijk gered toen hij op het dak over de vangrail ging. Een triest gezicht, maar gelukkig een goede afloop. We kijken naar de productietourwagens met alweer voorop de dikke Camaro's, maar dan in een race. Samengevoegd met twee Renault 5 Turbo, zelfs drie waren het er, want ook AME Post was aanwezig. Een race over 40 ronden, voor eerst sinds jaren weer terug op het circuit Zandvoort. Een lange afstandsrace met een verplichte tankstop. We zien meteen al de kop genomen worden door Jan Lammers in de CBS Electronics gesponsorde Renault 5 Turbo. Gevolgd door daarachter Hans van de Beek. Dan zien we een dikke Camaro en daarachter zien we Michel Blekemolen. We zagen ook door het beeld flitsen AME Post. En daar gaat iemand al over het dak heen met nummer 44 in de golf. Zou dat dan moeten zijn Paul Fauchet? Daarachter starten dan met een tussentijd van 30 seconden alle Toyota's die ook over 40 ronden deze lange afstandsrace gingen doen. Dubbel spektakel dus voor het publiek. Twee races samengevoegd met een klein verschil. En straks zal gaan blijken wat het spektakel is. Want de snellere daarachter zullen natuurlijk bij deze Toyota's gaan komen en een aantal in gaan halen. Ook de tankstops waren spectaculair te noemen. Want daarin kon tijd gewonnen of verloren worden. En dat zal blijken verderop in het verslag van deze lange afstandsrace. Alle Toyota's er doorheen. Een dik veld. Alle deelnemers waren uiterst enthousiast en terecht ook, want wat is er niet leuker als een heuse lange afstandsrace. Daar de kop van het veld, u ziet het, Lammers heeft hem nog steeds bij. Gevolgd door met nummer 86 Henny Hemmers. Ontzettend knap, ook Loek Vermeulen mengde zich in die kop. We zien daar Blekemolen fel in de strijd. Blekemolen die het natuurlijk niet kon zetten, dat zijn teamgenoot waar het de Renaults betreft. Lammers zo'n stuk al naar voren liep. En er alles aan gelegen was om daarbij te komen. Hier dus een hele zware Camaro, in dit geval met de 85 van Loek Vermeulen. In de strijd met een hele lichte, kleine, dikke Renault 5 Turbo. Ja, en dan, ik meldde het u al, die tankstops. Dit is dan geen tankstop, dit is Bert Moritz. Die met problemen langs de kant komt te staan. Daar zien wij een aanval op de leidende positie van Lammers door Loek Vermeulen. Maar natuurlijk moet ook hij met die zware bak eerder in de remmen als de lichtere Lammers met de lichtere auto. Een ideale combinatie overigens. En dat zal ook blijken in het verloop van het seizoen tijdens de Renault 5 Turbo races op Europees niveau. Deze Lammers in de CBS auto. Kop van de Toyota's dan. John Vos en Ton Hagen melden zich daar voorin. Ook Gemma van Eck deed mee. En kwam na de race zeer enthousiast uit haar auto. Want zij had een snelste ronde neergezet. Een snelste seizoenronde. Wat haar nog niet eerder gelukt was. Obiris Kaptein zien wij daar gaan. Overigens alle wagens met een 1 ervoor. Omdat er zoveel deelnemers waren. Zijn we maar in de honderdtallen gaan zitten. Hans van de Beek zagen wij uitvallen. We zien hier de eerste tankstops. Verplicht dus 20 liter meenemen. Er waren een aantal benzinepompen neergezet. De stop hier overigens van AME Post. In de Interstate gesponsorde Renault. Gewone benzinepompen, daar gaat het eroverheen. Dat betekent problemen. Kijk eens aan, 16 liter pas. En de verplichting was 20 liter. Het loopt er nu aan alle kanten overheen. Overigens is het wel zo dat bij die Renaults die tank wat moeilijk ligt. Die moet via een lange pijp naar achteren gevoerd worden. En zo kun je wat langzamer tanken. Daar de eerste Camaro's die binnenkomen. Hier ook de Opel. Opel van Kees Kroezemeijer met overigens een lekke band. Dus voor hem een dankbare pitstop. Hier zien we Harry Fresco. Hey, is Harry eruit? Ja. Hans van de Beek ook. Ja, en Moritz ook, hè? Leg ik, Leg ik derde achter Kroezemeijer of zo? U hoorde het al van Fresco zelf dat hij een aantal uitvallers had gesignaleerd.
Hier dan de lang verwachte pitstop van Jan Lammers. Als een speer komt hij die pitstraat binnen. En nu zal het erom spannen. Lammers heeft de kop tot dan in handen, maar kan hij snel tanken? We kennen de problemen van de tankvulling. Daar gaat overigens AME Porsche door, die een Toyota inhaalt. Een Toyota van Nick van het Hof. Lammers er weer uit, maar gebleken is dat hij ontzettend lang bezig is geweest om die 20 liters in dat Renaultje te stoppen. En dat hij terug is gevallen naar een derde positie achter Loek Vermeulen en achter ook Michel Blekemolen. Dat betekent met nog 10 ronden te gaan een fantastische inhaalrace die deze Jan Lammers aan het Zandvoortse publiek etaleerde. Zo'n ruim 20 seconden had hij goed te maken, terwijl wij hier zien dat ook Fresco weer in de baan is. En daar komt Loek Vermeulen. Die heeft wel een grote tankopening, gaat uiterst snel. Wij telden voor u 43 seconden, terwijl daar Henny Hemmers rondloopt. Die natuurlijk, ja, ze lacht wat, maar ze was wel ziek dat ze moest stoppen. Laatste ronde gaat in. En kijk eens wat een spanning. Daar zagen wij door het beeld jagen Loek Vermeulen met nu al in zijn kielzog Jan Lammers. En dan na 40 ronden inderdaad is het Lammers gelukt. Bijzonder knap om Loek Vermeulen te verschalken. En daarmee de overwinning te pakken van deze fantastische lange afstandsrace. Felicitaties van een blije moeder Lammers voor haar nog blijere zoon. 1 dus Lammers, 2 Loek Vermeulen en 3 Michel Blekemolen. En dan gaan we nu kijken naar een wereldrecordpoging van deze dame, Jacqueline de Greet. Ik laat graag de beelden aan nu. En het ziet er naar uit dat die... En let u eens op hoe hoog die auto straks uitkomt. Die komt boven het pitdak uit. Zij heeft gezegd, ik ga boven dat pitdak uit en dan ga ik zitten zwaaien. Dus. Nou, daar komt Jacqueline, dames en heren. Houd u vast. Moedig haar aan, het gaat nu gebeuren. Ze maakt herkennelijk geen testrun meer. De snelheid zit er nu lekker in, het gaat nu... Het moet nu gaan gebeuren, ze gaat erop. Ongelooflijk! Ongelooflijk! Wat een klop! We gaan naar haar toe, okay, dames en heren. Wat een geluk! Jacqueline is oké. Okay. Oh my god! Jacqueline de Greet, what are you doing with my heart? How are you? It's incredible, come on, the crowd is waiting for you. I think 55 meters, but I don't know exactly. She's gonna do it again. Ze wil weer doen, want ze wil verder. Wat een heerlijk mens, zeg. Ongelooflijk, geef een applaus. Thank you very much. I'll go further next time. Ze gaat verder volgende keer, zegt ze. We gaan haar een krans geven. Wat een klap, zeg. You came about here, you see? The marks on the track, it's 55 meters, I think. En dan het startschot voor een wielrenwedstrijd. Jawel, ook dat kan, want daarvoor is dit circuit uitermate geschikt. Met zijn glooiingen en met zijn prachtige rechte, brede rechte stuk waarover dat peloton kan gaan. Meetellend om het Nederlands kampioenschap wielrennen op het circuit Zandvoort. Fraaie beelden van een langgerekt peloton waarbij de rijders aan het slipstreamen zijn als leek het een autorace.
Dat was de bel voor de laatste ronde. Dat betekent nog ruim 4 kilometer te gaan voor de wielrenners. Waarbij het hele pak nog bij elkaar zit en richting finishlijn gaat. En u ziet het hoe mooi breed die baan is. Een pelotonfinish is mogelijk. Ander onderdeel van het Tien Sporten weekend was dit. Rolskiën, een zomeralternatief voor het winterse langlaufen. Een prachtige recreatieve manier om van het circuit Zandvoort gebruik te maken. Op de rolskis en dan met de stokken. U ziet het, er werd genoten door de deelnemers. Dan de bakfietsenrace, zoals hij genoemd werd, met vaak hele vreemde bakfietsen over een hindernissenparcours. Kijk eens hier op twee wielen. Een heel leuk onderdeel van dat Tien Sporten weekend dat overigens beoefend werd in het rennerskwartier. Ja, en zo hoort het natuurlijk niet. En dan de transportfietsen, u kent ze wel. Vroeger kwam daar nog de bakker mee aan de deur met de verse warmgebakken broden. Ook die aanwezig tijdens dit Tien Sporten weekend, een prachtige oude bakfiets. Alles wat maar reed en wat met de benen werd voortbewogen was daarin aanwezig. Zeer exclusief deze aparte soort fietsen die erg hard konden gaan. Er zijn snelheden bereikt van 80 km per uur. Een race over alweer het circuit Zandvoort dat mag dan duidelijk zijn, voor vele, vele sporten geschikt is. Duidelijk beeld van zo'n zogenaamde lichtfiets, waarbij je niet gewoon zit op een zadel, maar half liggend achterover zo weinig mogelijk weerstand op hebt. En daar gaat inderdaad de winnaar op een hele fraaie, lichte lichtfiets. Hier zien we het rolschaatsen. Ook alweer zo'n recreatiesport, waarbij er natuurlijk toch weer een aantal waren die graag hard wilden gaan en wilden overwinnen. Over een afstand van 42 kilometer. Eigenlijk dus bijna een marathonafstand, 10 ronden. Recreatie rolschaatsen. Ja, en dit was dan wat minder voor recreatie. We zien hier Hilbert van der Duin op de tree skates. Ofwel gewone schaatsen eigenlijk met wieltjes daaronder. Drie wieltjes achter elkaar. Onder nummer 8, Dries van Weijen. Vele bekende gezichten, lange afstandsschaatsers en het leek wel of ook de hele kernploeg aanwezig was. We zien hier Egbert van het Oever, de vroegere coach van het Nederlandse team en daar alweer Hilbert van der Duin. Ronden te gaan voor de heren over het kleine circuit. Dat betekent zo bijna 15 kilometer lang. Dus een vrij lange tocht. En hier diezelfde Egbert van het Oever op kop van het veld. Zoals u ziet is er bijna geen verschil te bemerken als met het echte schaatsen op het ijs.
Hoewel het voor de heren deelnemers hier natuurlijk moeilijker was, want je hebt meer weerstand op zo'n baan. Je hebt ook die glooiingen die je moet overwinnen. Alles bij elkaar maakte het wel ontzettend zwaar voor deze schaatsers. Slechts 250 cc, wel vier wielen, rondetijden sneller dan de Formule Ford 1600. We gaan kijken naar de karts. Na deze beelden hebben wij een berg informatie voor u verzameld tijdens de Formule 1 bandentest. De stunt is deze keer van de gebroeders Van uit België. De karts, uiterst hoog geprepareerde kleine mobieltjes die als vinnige moskito's over het circuit gingen. Een heel groot veld deelnemers met hele hoge snelheden. Gek gezicht toch als je gewend bent daar automobielen te zien rijden en dan zo'n groot veld van die kleine vinnige karretjes voorbij ziet gaan met dezelfde snelheden als die automobielen. Vergelijkbaar, Jim zei het al, met Formule Ford 1600, sommige zelfs sneller. Bijzonder fraai. Een veld van zo'n 60 deelnemers, ja, u hoort het goed. En u zag dat trouwens ook wel goed, want het was duidelijk zichtbaar. Karts met 6 versnellingen. Dus het was wel degelijk hard werken voor de heren coureurs om dit circuit te ronden. Test op het circuit Zandvoort en met wie kun je daar beter over praten als met Erwin de Weert, de man van Goodyear. Erwin, waarom zijn jullie hier zo groots uitgepakt? Wij brengen naar een testdagen sessie zoals deze ongeveer een duizendtal banden mee. Daar heb je dus toch wel een paar grote vrachtwagens voor nodig om dat allemaal mee te brengen. Er zit een staf bij van zo'n tiental mensen om wat ons betreft zo'n 12-tal auto's dus te laten testen die op Goodyear-banden rijden. Bandentest is een naam, maar het is eigenlijk een beetje verbasterd, want er wordt niet alleen voor de banden getest. Jullie kunnen wel veel lezen uit de resultaten van die bandentest. Wat onder andere? Door het opmeten van de temperaturen, dat gebeurt dus op 3 plaatsen op de band, hè, op voor- en achterbanden, dan kun je dus daaruit opmaken bijvoorbeeld of dus de afstelling van de auto, ophanging, vering enzovoort, of die klopt met wat waar je eigenlijk naar aan het zoeken bent. Dat wil zeggen dus de optimale afstelling van de auto. Dus inderdaad, bandentests zijn eigenlijk afstellingsdagen. En daar had Erwin de Weert gelijk. Afstellingsdagen, want er werd niet alleen naar de banden gekeken, overigens ook naar deze man, Huub Rotengatter, in de Spirit. Maar er werd ook gekeken naar bijvoorbeeld de afstelling van het vleugeleffect en de afstelling van de vering, waarbij de schokbrekers een zeer belangrijk onderdeel vormen.
Formule 1 wagens in Derry, gefeliciteerd, je bent vader geworden. Ja, toch wel. De... Kind loopt al bijna uit het voor. Snelheden van zo'n 300 km per uur op het rechte stuk door de betere rijders behaald. En dan steeds maar weer dat hercontroleren en afstellen van de Formule 1 bolides. Hier ziet u misschien wel 's werelds beste schokbreker, die van Kony, die tweezijdig afstelbaar is en hier getest wordt in de mobiele werkplaats van Kony. Geavanceerde technieken dus van Kony. En we kunnen er best trots op zijn dat vrijwel alle Formule 1 rijders gebruik maken van deze Nederlandse schokbrekers. En dan al weer zo'n stunt van World Record Day. Alain en Erik van zullen trachten 7 automobielen een salto te laten maken. Alain en Erik van! We gaan de compleet. Het gaat nu stoppen dan! Vorig jaar doorboorde René Pierre 2 autobussen. Ellen Vinks probeerde dit jaar met 4. Maar eerst gaan we kijken naar de Trophy of the Dunes. Met beelden van onder andere het Europees kampioenschap Formule Ford 2000 en de Toyota Corolla Trophy. Maar ook aandacht voor de duizenden deelnemers aan de tweede circuitloop. Trophy of the Dunes, 1 minuut te gaan voor de start van de Formule Ford 2000 race. Meetellend om het Europees kampioenschap met op pole position de Engelsman Tim Davis. En naast hem Maurizio Sandro Sala, het Braziliaanse talent. En daar al direct een crash in die eerste ronde. Dat is natuurlijk ook de meest gevaarlijke ronde vlak na zo'n start. Want dan zit het hele spul dicht bij elkaar en zoekt het naar een goede positie. Je ziet het in de herhaling wat hier fout gaat. Dat betekent dat 2 deelnemers definitief zijn uitgeschakeld en de rest van het veld daar met moeite veilig langs kan komen. Supersnelle rondetijden werden hier overigens gerealiseerd. Baanrecords sneuvelden tijden van rond de 1 minuut 36. Wat betekent een gemiddelde snelheid van zo'n 158 km per uur in deze Formule Ford 2000 klasse, die wij ook wel de Super Fords noemen. Een Europees kampioenschap waarin Lamy van de Heuvel als beste Nederlander uitkwam, maar dan wel ergens verderop in het veld, want hij startte vanaf een 7e plek.
Dan kijken naar de race over 15 ronden met Mauricio Sandro Sala uit Brazilië op kop, gevolgd door een landgenoot, Mauricio Guzmin, Braziliaanse talent dat doet ons denken aan Nelson Piquet, die ooit ook in een kleinere klasse is begonnen aan zijn carrière. En wij denken, ook gezien de felheid van de strijd, dat deze heren voldoende in huis hebben om in ieder geval door te stoten naar Formule 3. De mannen daar op kop, in Sala. Davies neemt de kop over van Sala, maar slechts voor korte tijd, want daar u ziet het bij Bosuit richting rechterstuk, gaat Sala er weer langs. Mauricio Sandro Sala hier op kop voor Tim Davies. Excellent sturend en superieur voor het hele veld. En dan, wat verschrikkelijk triest. We zien daar binnenkomen de Brit Tim Davies met een lekke band. En dan kun je nog heel snel willen wisselen, maar je komt er natuurlijk nooit meer bij. Bij die kop van het veld. Kansen verkeken dus voor Tim Davies. Niet voor deze man Sala, die nu werkelijk helemaal alleen die kop in handen heeft. En de anderen ver achter zich weet. Wedstrijdleider Jelle Hingst in beeld voor het afvlaggen van diezelfde Mauricio Sandro Sala. Die gaat winnen voor Mauricio Guzmin. En Hendrik Larsen en de Nederlander Lammy van de Heuvel wordt vierde. Weer terug bij de Toyota's. U weet het wel, de merkenrace is voor de Toyota Corolla Trophy. Spannend en close racen, waarbij in twee mansjes gereden wordt. Het gaat allemaal keurig netjes. Er gaat er nog niet één achterstevoren, drie, vier rijden. We zien daar Jaap van de Ende op kop gaan voor onder andere een John Vos. Jaap van de Ende op kop. Zeer sterk op kop. Vervolg. Een schuiver op de Hunzerug. Foutje van een van de deelnemers. Kop van het veld hier bij de panoramabocht. Kijk, er gaat bijna iemand op twee wielen er doorheen. Zo fel wordt er gestreden in deze Toyota Corolla Trophy. Met op dit moment Jaap van de Ende vrij riant op kop rijdend. Maar daarachter een felle strijd om de tweede en derde plaats. Stans dus nog even volrijden op kop. Van de Ende en Ruitenbeek hier richting Tarzanbocht. Met een voor merkenraces merkwaardige voorsprong. Want je zou verwachten dat met dit gelijke materiaal het spul goed bij elkaar zou blijven. Maar er waren natuurlijk uitzonderingen zoals je dat nu eenmaal kent. De uitzonderingen bevestigen de regel. Hier zien we dan de man op kop Jaap van de Ende gaan. Prachtige rijstijl. Een fijn coureur die hart heeft voor zijn hobby. Het hele pak door die Gerlach en Hugenholz. Bumper aan bumper en deurkruk aan deurkruk, dat waren we gewend. Diverse koplampen sneuvelden, als ook achterbumpers en portieren gingen eraan. Lammen en Parkie moest regelmatig de magazijnen openen voor nieuwe onderdelen voor deze deelnemers.
veel belangstelling van het publiek. Een enthousiaste meute die in grote getalen was opgekomen om getuige te zijn van deze Trophy of the Dunes. Dat als racefestival gratis toegankelijk was dankzij de sponsors. Prachtige beelden hier van Jaap van de Ende. Laatste ronde gaat hij in. Met nu toch een dichterbij komende Arie Ruitenberg. Blokkerende remmen daar. Daar moet je natuurlijk voorzichtig mee zijn. Want je kunt zomaar een foutje maken en dwars gaan. En dan zijn de kansen verkeken. Ruitenbeek komt dichter en dichterbij. Hij zit nu werkelijk achter in de bumper van Van de Ende. Van de Ende die goed en professioneel het gat weet dicht te houden. Hier zien we de finish aankomen. En het wordt zeer close. Daar is het zwart-wit geblokt. En het is inderdaad toch Jaap van de Ende die deze Insemans gaat overwinnen voor Arie Ruitenbeek. En dan verder zien wij aankomen Leo Benaren. Marty Bourgondië, ook zij in een slipstreamstrijd. Maar Benaren heeft voldoende afstand genomen van Bourgondië om derde te kunnen worden. En dan alweer een ander element van sport op het circuit Zandvoort. Een prestatielamp. Een prestatieloop waarbij de deelnemers mochten kiezen tussen 1, 2, 3, 4 of zelfs 5 ronden. En dat betekent bijna een halve marathon. Deze mogelijkheid van recreëren zou zeker vaker benut dienen te worden op het circuit. Want wat is het niet heerlijk om op een bijvoorbeeld doordeweekse zomeravond zo'n loop te doen. Zelfs de jeugd deed eraan mee. Erg veel inschrijvers en erg veel enthousiasme voor deze sport. Wat bewolking misschien, maar toch een heleboel hitte. En dat kunt u zien aan het bezwete shirt van deze deelnemer. Die er duidelijk wat moeite mee had. Waar anderen het ogenschijnlijk erg makkelijk afging. Zoals deze jeugdige dame. Fraai gezicht. Die benen die daar over het circuit gaan. Er werd ook veel in ploegenlag gelopen. En iedereen had het ontzettend naar zijn zin. Finish van de eerste deelnemers alweer. Ik zei het al, keuze tussen 1 tot en met 5 ronden. En hier ziet u in de verte de laatste der Mohicanen gaan, terwijl andere finishen. Er is al bijna een uur gelopen, 50 minuten. Ja, en deze man zou dat dan misschien wel willen, dat lopen. Maar hij gaat toch liever wat sneller in zijn sportscar. Dat is Jim Vermeulen, maar die zag u al eerder in het programma een aantal aankondigingen doen. Overigens bijgestaan door zijn monteur Stef Visser. Dat betekent dat we gaan racen met Sports 2000. Sports 2000 vergelijkbaar met Formule 4 2000. Zelfde motoren, maar een heel ander opgebouwd geheel. Met fraaie polyester bodies. We zien er soms uit als strijkijzers. We zien hier het spul van start gaan voor een race over 12 ronden. Kopposities voor onder andere Charles Walsman, Henny Vollenberg en natuurlijk ook Gerard Ron Kluit. De man die niet van het circuit weg te slaan is, als het ware, al jarenlang aanwezig. Daar gaat Jim Vermeulen met nummer 3. Soempolle gesponsord. Ook natuurlijk aanwezig de Zweed Hans Edwinson, die meerijdt voor het Nederlands kampioenschap.
al jarenlang te gast was op dit circuit en nu een Nederlandse licentie ook heeft. Hier de kop van het veld met een felle strijd om die eerste positie tussen onder andere Zolsman, Vollenberg. Hele moeilijke actie daar van de man met nummer 2, Charles Zolsman. Edvinson op kop, dan Zolsman en daarachter zien we op een derde plaats Henny Vollenberg. Maar weer die fraaie beelden vanuit een hoogwerker van de panoramabocht. Daar waar zoveel gebeurt en waar het ook goed toeven is tijdens de races. Edvinson dus nog steeds op kop. Nu inmiddels rijdend op het rechte stuk, maar Zolsman gaat daar nu langs. Via de slipstream, zij aan zij, dat kan haast niet goed gaan, die Tarzanbocht in. Edvinson in de benedenlijn. Zolsman er pal achter. De heren zitten werkelijk boven op elkaar. En het moet problemen gaan geven. Vollenberg bekijkt dat misschien wel als lachende derde. Hier de twee Kemphanen alweer richting panoramabocht. Terwijl het lijkt of Edvinson wat bandenproblemen heeft. Daar alweer zo'n inhaalactie op het rechte stuk. Edvinson die vaak wat dwars gaat. En daar inderdaad gaat hij rond. Terwijl Zolsman al aan hem voorbij was, gaat Edvinson rond in de Tarzanbocht. Zettend jammer. Hij tracht nog zijn wagen te starten, maar we zullen dan bemerken dat Edvinson uit de strijd is, althans in deze eerste mans. Zolsman dus op kop, gevolgd op kleine afstand door Henny Vollenberg en daar weer achter Ron Pluijt. Geen problemen voor Zolsman, wel voor deze man hier, Hans Deen, die in de knakauto rijdt. Directeur van de antislipschool laat zien hoe je ook rond kunt gaan met zo'n Sports 2000, maar dat kost natuurlijk wat kostbare meters. Volop in de slag daar, Deen, zoekend naar posities. Wie het beste die Tarzanbocht in kan, een onmogelijke insteukmanoeuvre daar door Adrie Hurkens. Helemaal onderdoor. Andere jaren zagen wij dat ook Hubert Vermeulen doen, die dan in de slag was met weer anderen, met bijvoorbeeld Hans Edvinson. We zien het nu gebeuren door de sympathieke Adrie Hurkens. De man op kop, Charles Wolfsman. Foutloos en scherp sturend door die panoramabocht en richting Borzuit het rechte stuk. Leuke races altijd, dat Sports 2000 gebeuren. En eigenlijk jammer dat er wat weinig deelnemers waren vaak. Maar misschien dat we komend seizoen ons kunnen verheugen op de aanschaf van een aantal nieuwe auto's door nieuwe deelnemers. Finishvlag voor Zolsman, hij wint hem. Voor Henny Vollenberg en Rolf Pluijt zal derde worden in deze eerste mans. Terug naar de Toyota's. Tweede mans van hen. Dat betekent dat de startopstelling die is gelijk aan de uitslag van de eerste mans. Het hele veld op die Tarzanbocht af, zij aan zij en daar gelukkig veilig doorheen, weinig schade tot nog toe. Ik zei het u al, bij de Formule Ford die eerste ronde is altijd bijzonder moeilijk als alles zo dicht op elkaar nog zit. En als u dan bijvoorbeeld zo'n cursus hebt gedaan bij de Dutch Racing School of bij een van de andere scholen, en je komt dan in zo'n race terecht en blijkt het dat je niet altijd de ideale lijn kunt rijden, dan kun je wel eens voor rare problemen kunnen bestaan. Het hele pak zoals u ziet nog lekker dicht bij elkaar. En zo hoort het ook, want spektakel moet er zijn. Felle strijd daar tussen bijvoorbeeld Jaap van den Ende en Arie Ruitenbeek. De mannen die ook in die eerste mans al zeer duidelijk aanwezig waren.
prachtig vergezicht over de duinen richting uitkomend schijflak. We zien daar de kop van het veld naar de nieuw aangelegde Marlboro-bocht gaan, hoewel nieuw aangelegd. Hij ligt er alweer een aantal jaren en dat op verzoek van de Formule 1-coureurs om de topsnelheden daar wat te verminderen. Bollerhei volop in de strijd. Daar nu doorgaand naar een vijfde plaats. Bollerhei moet en zal naar voren. En heeft nogal wat goed te maken op de rest van de kop. De kop die hier langs ging met nog steeds Van de Ende Ruitenbeek. En dan inderdaad inmiddels nu op een vierde plaats Evert Bollerhei. Bollerhei daar door u belt. Daar is de kop van het veld. Van de Ende, Ruitenbeek. Dat zijn de mannen op de eerste twee plaatsen. Maar dan gaat het om die derde plek. Daar gaat Ruitenbeek er langs bij Jaap van de Ende. Onvoorstelbaar knappe manoeuvre met blokkerende remmen en het tamtom nog binnendoor steken. Bij Jaap van de Ende, die het echter niet goed vindt. En het rechtervoetje het langst op dat gaspedaal houdt. En in die Gerlachbocht de eerste positie weer overneemt. Ontzettend spannende strijd. Van de Ende dus weer terug op kop. Voor Ruitenbeek. En daar komen zij richting start en finish. Terwijl daar Bollerhei angstig dichtbij komt. Maar hij zal het niet meer kunnen halen. Het is Jaap van de Ende die hem wint. Tweede wordt Arie Ruitenbeek. En derde wordt hier Evert Bollerhei. Zijn we weer terechtgekomen bij World Record Day. Waar in 1982 deze Alain Vinks als eerste door een bus ging. Waar in 1983 René Pierre het door twee bussen deed. En waar nu onder erbarmelijke omstandigheden Alain Vinks zal trachten door wel liefst vier bussen heen te knallen. En dan terecht toch bloemen voor Alain. En wij zijn ervan overtuigd dat hij in 1985 terugkomt om alsnog door die vier bussen heen te gaan. Alain Vinks gaat af met de dokter. Ondanks de regen laat Sammy Miller met zijn raketauto tijdens het Drexler weekend een supersnelle sprint zien over de 200 meter. Verder beelden van gemotoriseerde twee- en driewielers en het opmerkelijke vierwieldebuut van wereldkampioen zijspan Egbert Strooyer in de Austin Metro-klasse.
En Nick Holliday komt van 42 meter hoogte zijn stunt binnenvallen. En dan natuurlijk het internationale Drexelweekend 1984. Waar we in 82 en 83 een prachtig geslaagd evenement hadden. Onder de zon was het dit jaar echt problematisch met het weer. Want het bleef maar regenen en regenen en regenen. En zoals u weet is het juist bij dragracen de grip op de baan die de prestaties uitmaakt. Beelden nog van 1983, waar we terugkijken op een geslaagd evenement. Met de dragsters, de funny cars en alles wat daar zo omheen bij hoort. Natuurlijk ook de motoren. En deze man, Sammy Miller. En dan, ondanks het feit dat de zaak helemaal verregend was, stond Sammy Miller erop om toch een run te maken en om te trachten een wereldrecord hier neer te zetten. Om die baan wat droog te krijgen, hebben wij de mensen van de Jetcars bereid gevonden, de Vampire en de Hellbender, om met hun fantastische navelbranders de baan als het ware te feunen. Bij elkaar zo'n 20.000 pk, de jetcars met vliegtuigmotoren, met straalmotoren, die heel langzaam met de navelbranders over die baan gingen en zo een klein stukje droog konden maken voor Sammy Miller, de supersnelle Amerikaan met het wereldrecord op zowel een kwart als een achtste mijl in handen. I couldn't see the track too well, and I had to go because it was just, I was losing visibility, and I thought you'd like to see it run instead of having me sit there. But we're coming back, and we're going to go faster, right? You want to see speed? We got it! Sammy Miller, volgend jaar komt hij terug voor alweer een internationaal dragsterweekend. Wij gaan door met motorracen, want er is in het leven geroepen een stichting Motor Promotion Zandvoort, waarin onder andere vertegenwoordigt de KNNV en het circuit Zandvoort. Terecht, want motorracen hoort ook op dit circuit thuis. Motorracen kan hier, motorracen is ook hier veilig mogelijk. Zo'n 6 maal per jaar kunnen de motorcoureurs op Zandvoort neerstrijken om daar te gaan racen. Races meetellend voor het Nederlands kampioenschap, waarbij het circuit nog aangepast wordt met strobalen en dergelijke. Alles voor de veiligheid van de rijders en het publiek natuurlijk. Spannende races gaven ook 1984 te zien in vrijwel alle klassen vertegenwoordigd in het Nederlands kampioenschap.
Beelden van het rennerskwartier waarin niet alleen driftig gesleuteld werd, maar waarin ook genoten werd van de zon. Want het was prachtig mooi weer tijdens deze motorrace. Zonder fraaie beelden van motorcoureurs die bijna plat op hun fietsen liggen. In aanmanoeuvre daar in de Terzaambochten, daar gaat het bijna fout voor twee rijders. Maar ze weten de boel nog juist op tijd te corrigeren. En hier alweer zo'n uiterst spectaculaire start. Een start die we op de motorraces zo'n 10 keer per dag mochten meemaken. Want zoveel verschillende klassen reden er. Uiteraard waren er ook combinatieweekenden waarbij auto- en motorraces samengevoegd werden. En vaak ook waren de karts present tijdens de motorraces. Bijzonder fraai gezicht, hoe de motoren daar overhangen, door die Gerlach gaan en dan weer de andere kant op moeten door de Hugenotsbocht. Hier zien we de panoramabocht, waarbij er één rechtdoor gaat en zijn motorfiets parkeert in de grindbak. Dat is een vervelende situatie, maar op een motorfiets kun je daar nog uitkomen. Hoge snelheden en felle strijd tijdens de motorraces gedurende het hele seizoen 1984. Hoi, en ook dat kan natuurlijk gebeuren. Vervelend ging daar iemand onderuit en de ander de band in. U ziet het, die liggen daar niet voor niets. De rijders stappen ongedeerd naar hun motorfietsen terug. Na een toch wel nare val. Maar we melden het u al eerder, aan de veiligheid was ruimschoots aandacht gegeven. Finish voor deze heren, voor hen zit het erop. En wij gaan kijken naar de zeer spectaculaire zijspanklasse. En wat is er dan mooier om de absolute wereldtop in die klasse op je circuit te hebben. In de personen van Stroyer Snieders, die op dat moment wereldkampioen zijn. En de wereldkampioenen van het jaar daarvoor. Walti Sperk met natuurlijk Bieland de Rijder. Mannen overhangend in de bakjes. Bij deze driewielers de zijspannen die zo verschrikkelijk hard gaan. En die dit jaar zo spannend waren op wereldniveau. Waarbij natuurlijk Stroyer en Snieders alle lof en eer tegemoet komt met hun fantastische wereldtitel. Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse motorsport dat landgenoten daar die titel binnenhaalden. En hier die felle strijder, kijk toch eens aan, wat een fraai gezicht tussen die Snieders en Bieland. Op het rechte stuk liepen zij al direct een heel eind weg van de anderen. Superieur rijdend en steeds maar weer zoekend naar mogelijkheden om deze race te winnen. Het was een duidelijke prestigezaak, zowel voor Bieland als voor Snieders. Stroyer Snieders wilden hier laten zien dat zij terecht wereldkampioen waren. Fraaie inhaalmanoeuvres en op het scherpst van de snede gereden. Stroyer Snieders nu op een tweede plek. En met het zitvlak bijna over het asfalt. Wat een fraai gezicht is dat, zoals die mannen daar in de Kuip overhangen. En hier alweer bij die finishlijnen. Kijk eens hoe mooi gelijk dat blijft in deze uiterst spannende race. Daar is die helemaal bepaald voor de beide duo's. Duo's Stroyer Snieder en Bieland Woutersberger. Stroyer Snieder nu op kop. Fraai gezicht daar, het werk van Snieders in de bak bij Stroyer. Nu alweer teruggevallen, toch naar een tweede plaats.
En zo bleef het die hele race uiterst spannend en was het onvoorspelbaar wie deze prestigestijd zou winnen op het circuit Zandvoort. Wij waren in ieder geval in de wetenschap dat Egbert Strooyer later in de metro's van start zou gaan. Maar we beperken ons nu toch nog even tussen deze beide giganten, de ex-wereldkampioenen en de huidige wereldkampioenen op het circuit Zandvoort, die inmiddels al begonnen zijn aan het lappen van achterblijvers. Bieland Waltisberg op kop. Dan Strooyer Snieders er zeer, zeer dichtbij. Op de start- en finishlijn is het inderdaad Strooyer Snieders met een prachtige eindspurt. Die daar voorbij gaan aan de ex-wereldkampioenen. En deze race dus fantastisch winnen. Een uitermate close finish met een aantal centimeters slechts verschil. Strooyer had maar even de tijd om het zweet van het hoofd te vegen, want moest dan al direct plaatsnemen in een metro die beschikbaar was gesteld voor hem als gastrijder tijdens de Austin Metro Cup, waarvan we hier de start beleven. We zien daar Ronald van der Zanden gaan. Van Lokeren Campagne ook weer voor in het veld te vinden. Maar toch wat ongelukkig dit seizoen. Waar hij vorig seizoen de toon aangaf en vrijwel alles wist te winnen. Moest hij dit seizoen toch genoegen nemen met wat mindere plaatsen. Vaak veroorzaakt overigens door pech. De man die niet zoveel pech had, eigenlijk heel weinig pech, was Erik Post. Erik Post die de wagen van zijn vrouw had overgenomen, zijn vrouw Amee Post, die Renault 5 Turbo ging rijden. Deze Erik Post die reed excellent en behaalde vele, vele overwinningen. En daar zien wij het hele spul door de panoramabocht gaan. En hadden wij ook beld op de deelnemer, de gastdeelnemer Egbert Strooyer. Erik Post dus in de ex-Amee Post auto, door Allwave gesponsord. Met daarbij ook zijn broer Alex Post. Het was een hele postaangelegenheid voor in dat veld van de metro's. Prachtig rijdend en vaak ook samenwerkend deze gebroeders. Daar gaat Strooyer. U ziet hem daar binnen doorgaan. Trachten te gaan bij Van Lokeren Campagne. En dat betekent toch dat hij zich bij de beteren wist te melden. Drie Allwave gesponsorde auto's daar helemaal vol in. En daar ging Strooyer aan ons voorbij. Dan zien we een heel verrassende ontwikkeling. Want het is een dame in het veld terwijl daar iemand van de baan af gaat. Compleet de grindbak in. Jip Coronel. Die maakt een uitstapje in de grindbak bij de panoramabocht. We zien een dame op kop van het veld gaan. Een uiterst verrassende gebeurtenis. Vera Verschuren, dat ze goed kon rijden, wisten wij al. Maar dat ze goed genoeg was voor een koppositie aan het veld van deze uiterst competitieve klasse, dat wisten wij nog niet. Hier op een tweede plek nog achter Erik Post. Maar later ruimschoots vooruitschietend naar de eerste positie. Volgorde dus op dit moment 1 Erik Post, 2 Vera Verschuren, 3 Ronald van der Zanden en 4 Alex Post. Daar gaat Joris de Raad, de man die alle gastrijders begeleidde en hen leerde hoe rond te gaan over dit circuit. Daar komt het hele veld aan. Alles nog zeer close bij elkaar. En let u dan op, daar midden in het veld, nu voorbij de Michelinbrocht, er wordt wat geschoven, daar gaat wat de vangrail in. Een ontzettend spectaculaire klap, wagens op hun dak, Strooyer steekt daarover en gaat in een lengtas over de kop. Een verschrikkelijke toestand, die gelukkig goed afliep. Maar kijkt u nog eens in de herhaling naar deze spectaculaire crash van een vier, vijftal zelfs metro's. Daar gaat Pieter van Vliet de lucht in.
Daar gaat Stroyer tegen de vangrail en zal dan oversteken door het veld om daar weer in de vangrail te belanden en over de kop te gaan. Egbert Stroyer als gastrijder in de metroklasse en toen ging het plotseling op een uitstekende positie liggend helemaal mis. Wat gebeurde er exact, Egbert? Nou, exact kan ik je niet vertellen. Het ging allemaal zo snel. In ieder geval weet ik dat het erg spannend was op dit rechte stukje. We zaten met man of 3, 4 naast elkaar. Maar ik geloof dat ze het in de gaten kregen dat ik er omheen wou. En ik zat er eigenlijk al naast. En ik werd steeds verder weggeduwd. Ik denk, maar ik zet door, wat er ook gebeurt. En ik kwam in de berm. En het ging allemaal prima. Totdat er nog een beste set kwam. En toen, ja, ik weet niet wat. Toen ging alles een beetje mis. Nou, dat het een beetje misging mag wel gesteld worden te zien aan de hand van het wrak wat daar overbleef van de metro van Stroyer. Jammer voor hem, jammer ook voor de andere deelnemers. We zien daar onder andere een gestrande Marco Bakker staan. Maar de race ging gewoon door. Daar ligt het restant van wat eens een leuke metro was. En hier gaat de rest van het veld daaraan voorbij. We zien daar toch weer goed teruggekomen Jip Coronel. Achter Ronald van der Zanden. We zien hier Vera Verschuren. Ik meldde het u al eerder. Zij had kansen om die kop te pakken en deed dat ook. Vera Verschuren die misschien in deze race in ieder geval in de voetsporen trad van Amé Post. Die dat ook een keer gedaan heeft. Zo fantastisch eindigen in een metro race. Positie dus op dit moment 1 Vera Verschuren. 2 Erik Vosveld. En 3 Jip Coronel. Felle strijd daar om de 4e, 5e en 6e plaats. En daar is iemand verschrikkelijk aan het sturen. Ed Eliazar die eraf ging en er alles aan deed om dat te corrigeren. Wat hem dan ook op het laatste moment goed lukte. Prachtige races toch iedere keer weer. Die Austin Metro Cup. En hier gaat het vrouwtje Vera Verschuren. Velen zullen het me kwalijk nemen dat ik haar zo noem. Maar het is en blijft een vrouwspersoon. En het is een fantastische prestatie dat zij deze Austin Metro Race gaat winnen. Voor overigens Erik Vosveld en Jip Coronel die nog fel in de strijd zijn. Maar de volgorde zal zich niet meer wijzigen. Kom even een beetje naar buiten, als je wil. Even kijken hoe het eruit ziet. Ja, joh, je ziet er toch. Je bent de best geklede stuntman. Ja, maar kijk ook je dan. Nou ja, goed, oké. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Wat ga je doen, Nick? Wat ga ik doen? Ik ga de kamikaze duiken. Wat is dat? In het Hollands vertaald. De dodensprong. 1 meters hoge bokaal en ik weet niet of de kabel het toelaat. Nick, ik kom even bij je boven op de auto. Ik ben trots op me, jongens. Perfect werk. En wij zijn trots op jou, dames en heren. We willen nogmaals kraken. Daarvoor een applaus, sorry. Voor de nieuwe recordhouder met zijn hele team en alle dames hierbij horen. Mr. Nick Holliday. Congratulations. Gefeliciteerd, Nick. Het Truckstar Power Festival voor het eerst op het kleine circuit. Een spektakel van de bovenste plank. Iets heel anders zijn de Miss Grand Prix verkiezingen. Verder aandacht voor de internationale races Renault 5 Turbo en Formule Ford 2000. Naast de panoramabob, op wieltjes in plaats van op ijs, de internationale bobslee push trials. En verder veel amateurs tijdens het verspringen met auto's en motoren. Ja, een evenement waar we in dit jaaroverzicht zeker niet omheen kunnen is natuurlijk het Truckstar Power Festival 1984 dat
zo'n, schrikt u niet, 25.000 bezoekers trok. Met een prachtig weertje was het een fantastisch geslaagd weekend waarin zo'n 1000 trucks naar Zandvoort kwamen, al of niet in kolonnen, al of niet competitief om te racen, al of niet de mooiste truck van Nederland. Voor het eerst in de geschiedenis van dit Truckstar Power Festival werd gebruik gemaakt van het korte circuit en dat betekende voor het publiek dat ze zeer direct bij de race betrokken waren. Diverse klassen met felle strijd, u ziet dat hier hoe het niet moet. Waar twee heren flink aan het bakkeleien gaan als zaten ze in oude crossauto's. Compleet vergeten dat ze een hele dure, zware truck onder de billen hebben. Die ook misschien de dag daarop weer het werk moet doen om de dagelijkse boterham te verdienen. Felle strijd dus op het scherpst van de snede bij deze truckers ook. En daarvan kon het publiek natuurlijk genieten. Het stond dan ook vaak op de banken om de heren truckers toe te juichen. In de clinch en uit de clinch. Dat was het beeld van deze truckraces. Waarin mannen als bijvoorbeeld Gerrit Hultink, die hier vermanend worden toegesproken, mannen als bijvoorbeeld Gerrit Hultink, zei ik u, zeer excellent aan het sturen waren met deze kolossen van de weg. We zagen daar ook Jan Derksen voorbij gaan, Maarten van Vliet. En hier het beeld op de fantastische truck van Hans Toen. Uiteraard ook buitenlandse inschrijvingen. Zo waren er Italianen, maar ook Zweden. Er waren ook Engelsen, zoals Malcolm Bacon, die zich hier in de strijd mengt. Hans Toen hier op kop van het veld in deze mans. Er werd in diverse klassen gereden. En dat dan afhankelijk van het aantal pk's wat de heren aan boord hebben. Uiteraard bleef het dit Truck Weekend, dit Truckstar Power Festival, niet bij racen alleen. Maar werden er ook wedstrijden in bandenwissels gedaan. Wedstrijden, truckladen, de mooiste truck van Nederland werd verkozen. Alles wat daar zo bij hoort, bij zo'n Truckstar Power Festival. En dan hier Jan Luke in beeld. Kijk eens wat die fout gaat. Jan Luke met zijn fantastisch fraaie dafje gaat daar op twee wielen, op de kant, in het beton en in de hekken. Maar weet dan later toch ongedeerd uit zijn wel zwaar beschadigde truck te stappen. En hier nog steeds die strijd om de eerste plek tussen Gerrit Hultink en Hans Toen. Waarbij Hans Toen nog steeds de beste papieren in handen heeft. Maar Hultink zit er fel bovenop en zoekt een mogelijkheid om er langs te gaan bij diezelfde Toen. Wanhopig zoekend werkelijk naar een gaatje. Maar Toen weet het professioneel dicht te houden daar. De laatste kans zal dan moeten liggen bij het opgaan van het rechte stuk. En hier ziet hij inderdaad de mogelijkheid. Hultink gaat er binnendoor of wil er binnendoor. Hij knalt er dan in bij Hans Toen. Hem woedend achterlatend. Langs de vangrail. Terwijl de truckers daar nog bakkeleien, gaan wij kijken naar de Miss Grand Prix verkiezing. Miss Grand Prix verkiezing die gehouden werd aan de vooravond van de Nederlandse Grand Prix 1984. En waar onder het oog van de jury een twintigtal beeldschone dames voorbij gingen. In die jury onder andere Marco Bakker, die hier in beeld zag. Maar natuurlijk Gemma van Eck ook, de presentatrice van het programma Wie Waagt Die Wint. Wij zagen ook Joe Born daarin zitten en een aantal journalisten.
deelnemers in avondkleding, vrije tijdskleding en in badpak. Natuurlijk vooral dat laatste onderdeel, want de speciale aandacht van de heren bij het publiek. Fraai gevormde dames over het plankier. Allemaal hopend dat zij als mooiste mis van deze Grand Prix 1984 verkozen zouden worden. Hier Shirley Mercier die derde zou worden. En daar Joe Born die het er warm van krijgt. En dit is het meisje Brigitte Bergman die tweede werd. Onder de warme lampen, in de luchtige badpakken, paradeerden de dames aan zowel het publiek als de jury voorbij. En daarmee punten in de wacht slepend voor de mooiste misverkiezing. Hier een meisje uit Zandvoort, dan wel van een wat minder voordelige kant bekeken. Misschien hier de voorkant, Sandra Giebels. En hier de latere winnares, Jacqueline Schumann uit het Limburgse. Tijdens diezelfde Grand Prix in datzelfde weekend werd in het voorprogramma een race gereden om het Europees kampioenschap Renault 5 Turbo. Kampioenschap dat aangevoerd wordt, u weet dat, door Jan Lammers. Lammers die vorig jaar ook Europees kampioen werd in diezelfde klasse. We zagen daar een aantal goede deelnemers met onder andere dus Lammers, maar ook Michel Blekemolen. Natuurlijk Wolfgang Schütz, Joël Gouillet, Sigala. Dat zijn zo'n beetje de topnamen in dit veld. Heel veel pk's in deze kleine vierkante automobielen. En wij zagen al gauw dat Jan Lammers in de problemen kwam. Hij moest de pits in en zag kans op een goede klassering aan zijn neus voorbij gaan. Wie dat niet zag was Michel Blekemolen, die zich zeker in het beginstadium bij het kop van het veld wist te voegen. Wel een strijd met flink wat duw- en schuifwerk, maar dat hoort nu eenmaal bij dat merkenrace. Daar ziet u inderdaad op een tweede plek voorbij gaan, Michel Blekemolen. En ook bij dit Renault race het welbekende treintje rijden. Die luchtweerstand verminderen, in de zuiging van de ander gaan en dan vlak voor de bocht ernaast en er voorbij. Blekemolen inmiddels teruggeschoven naar een vierde positie. Nu weer rijdend op een derde en zo steeds dat positie wisselen. Er was van tevoren niet te bepalen wie dit zou gaan winnen. Ontzettend spannende strijd daar op het rechte stuk met uitremmen en slipstreamen. We zien daar inderdaad Blekemolen de kop overnemen. Michel Blekemolen neemt over. Maar gaat dan te dwars in die Tarzanbocht. En moet Sigala voorbij laten gaan. Massimo Sigala nu dus op kop. Voor Blekemolen en voor ook Wolfgang Schütz. Prachtige manoeuvre daar van Blekemolen. Maar toch misschien iets te veel dwars gesmeten. Zijn 5 turbo. Daardoor kon hij net die kop niet vasthouden. Hier alweer die felle strijd voor het ingaan van de Tarzanbocht. En weer een aanval van Blekemolen op Sigala. Schütz daarbij. En ook met nummer 3 Joël Gouillet daarbij. Nu zie ik weer die Blekemolen dwars gaan daar. Met de wielen over de curbstones.
Iedere meter van het circuit werd werkelijk benut in deze felle strijd. Waar op dit moment Sigala dus op kop ligt. Voor Schoots, voor Blekemolen en voor Gouillet. Uiteraard ontzettend veel belangstelling voor dit gebeuren. Hier weer dat slipstreamen op het rechte stuk. Er is nog steeds Sigala op kop. Sigala op kop, maar nu is het op een tweede plaats Joël Gouillet. Voor de man op kop hier Sigala voor Joël Gouillet en voor ook Wolfgang Schoots. Maar zij wisten nog niet dat zowel Sigala als Schoots een minuut straftijd hadden gekregen wegens onreglementair start. En hier die finish, zeer spannend voor het publiek. Maar bekend was toen al dat Joël Gouillet zou winnen voor Blekemolen, die prachtig tweede werd. En dan onmiddellijk door naar de Euroseries met hier in het belt Richard Weggelaar en meneer Cox uit Eindhoven, Peter Cox. Die meededen aan deze Europese Formule Ford 2000 race. Waarin de training Mike Donnelly de allersnelste was kwijt. Toen Van Diemen en daarachter zo'n 7 à 8 Reinaars. Reinaar dat het ontzettend goed deed in 1984 als merk bij de Formule Ford 2000. Mike Donnelly dus op kop, gevolgd door de Braziliaan Uzumin. En dan Tim Davies. Tim Davies, de Engelsman die zoveel pech had in een eerdere race waar hij een lekke band kreeg. De beste Nederlander in die training was geweest, Lammy van de Heuvel, die op een zesde plaats lag. Heel groot veld, superforts. Die zelfs daarvoor, en kijk eens wat een schuiver daar alweer in het veld. Dan ging het weer helemaal fout met een van de deelnemers. Superforts die voor de race een kwalificatierace moest rijden omdat er zoveel inschrijvers waren. Spanning aan de kop van het veld tussen Woodsman en Donnelly. Hier op kop Donnelly, Mike Donnelly met nummer 45. Met op een tweede plaats Mauricio Gugionin, de Braziliaan. En daar gaat Peter Cox uit Eindhoven met de Marlboro gesponsorde wagen. De Van Diemen. En hier alweer een uitstapje van iemand, in dit geval dan in de Tarzanbocht. Man op kop. Nog steeds Mauricio Gugelmin. Gestreden werd er op het scherpst van de snede. Daar zien we iemand in de fout gaan. Het is Gary Jones met nummer 66 die dat dwars gaat in de Tarzanbocht. En aan de finish is inderdaad Gugelmin die wint voor Mike Donnelly. En Tim Davies wordt dan toch derde. En dan toch weer een heel ander gebeuren, want alles kan op het circuit Zandvoort. U kijkt hier naar de ruggen van Geurts en Verster en dat betekent dat we bezig zijn met bobsleeën. En zoals u misschien zult weten is zo'n aanloop bij het bobsleeën ontzettend belangrijk. En vandaar dat deze baan hier gecreëerd is bij de panoramabocht. Op rails wordt de bobslee geduwd en de tijden worden gemeten. U ziet hier de gatsometer, jawel, ook zij waren er weer. De heren Gatsonides om de tijden exact aan ons door te geven. We kijken hier naar Rice en Flynn, Engelse deelnemers uit vele, vele landen van de wereld. Waren zij naar Zandvoort gekomen om hier zeer agressief deel te nemen aan deze bobsleigh run. Phipps en Carnes met 4,36 seconden. Een prachtige tijd. De beste tijden lagen zo rond de 4,3 seconden. Winnaars van deze poestrials, zoals het officieel heet, werden de West-Duitsers Neuberger Uxel. Tweede werden Kiolin en Loity uit Canada. En een prachtige derde plek voor Geurts Versterre.
prachtige slow motion hier van Eddie Fresco in de Camaro. Die 33 meter ver wist te springen. We kijken hier naar de finales en zien Rudolf van der Vinden gaan met 18 meter. En dan hier 26 meter voor Robbie Nobles. Op dat moment de allerverste sprong. Rob Nobles uit Termijden met een Audi. 26 meter. En dan hier, ja, dat is dan het slofje. Zonder schokbrekers. Dat kan niet goed gaan. En dat gaat ook niet goed. Daar gaat hij vol de vangrail in. Prachtig gezicht. Geen verre sprong, maar wel een hoop spektakel. Dat overigens was een vast onderdeel van het AVRO-programma Wie waagt, die wint. De motorjump. En ook hier een hele vreemde toestand. Want daar gaat de ene meneer rare capriolen maken. Gaat op het gezicht. En oei, dat zal pijn doen. U ziet het wat er fout gaat in de vertraagde beelden. Gelukkig wist deze man later weer op de beide benen te staan. Hier de junioren over de lage schans. Zonder enige angst, zomaar een heel eind weg. Prachtig leuk gezicht dat ook jongelui zo actief zijn in deze mooie motorsport. Een motorjump overigens die alleen toegankelijk was voor KNMV licentiehouders. We zien hier Jos Groen gaan met een hele fraaie jump. Die willen we nog een keer terugzien, hier in de herhaling. Jos Groen. Perfecte landing en een verre sprong. Dan gaan wij kijken naar de man die het allerverste kwam, Ronald van Teylingen. Helemaal uit Limburg gekomen. Over de lage schans, maar 20 meter gejumpt. Tijdens de finale races behaalde Gerrit van Kouwen wederom de Europese titel bij de Formule Ford 1600. Verder boeiende beelden van de Formule 3 race, de Toyota Corolla Trophy, de Austin Metro Cup en de gecombineerde race van Sports 2000 en de Engelse Clubmans. En Yves Vian neemt op een hele andere manier de bus. Formule Ford 1600 en dan wel op Europees niveau. U ziet daar al een Belg rechts vooraan staan, dat is Harald Huisman. Maar natuurlijk waren er ook Nederlandse deelnemers. En de allerbelangrijkste misschien wel is Gerrit van Kouwen, de man die het hele seizoen in Engeland acteerde. Maar zeker graag voor deze Europese finale naar Nederland kwam. Moeilijk moment alweer in die race, u ziet het. Het hele veld wat door de eerste bochten gaat. En we kijken daarachter in het veld, zien we alweer een crash. Een aantal rijders alweer uitgeschakeld, wat jammer nou toch. Hoewel uitgeschakeld niet helemaal, want David Coyne weet de baan weer terug te vinden. En hier ook alweer een schuiver in de Hugenholzbochten. Daarachter gaat het ook al fout. Het is werkelijk een ballet van spinnende Formule Ford 1600 tijdens deze Europese finale. Koppositie hier voor Harald Huisman. Aanval daar achterin van Gerrit van Kouwen. Tweede plek voor Oewe Schaefer. Dat is de volgorde. Zijn tijdens de nationale races de Formule Ford 1600 al vaak de spannendste en interessantste. Nu dus in Europees verband de grote Europese finale op het circuit Zandvoort. Uiterst spectaculair. Schaefer heeft overgenomen. Oewe Schaefer, de Duitser, heeft de leiding overgenomen van de Belgische vriend Harald Huisman. Die wij al vele keren eerder zagen op het circuit Zandvoort. En wij zien op een derde plaats op dit moment het talent uit de Meren bij Utrecht, Gerrit van Kouwen. Crash hier bij de mensen op de vierde en vijfde plaats. Daar rijdt een van de heren achteruit. Om alsnog te trachten weg te komen. Hier die spanning in de kop van het veld. Drie mannen bij elkaar. Schaefer, Huisman en Gerrit van Kouwen. Oewe Schaefer mag dan misschien op dit moment de snelste zijn. Maar de meest spectaculaire was toch wel de man op de tweede plaats. Harald Huisman. Die met zijn voort. En hier het moment waarop Oewe Schaefer zichzelf uitschakelt. Zijn uitlaat vliegt eraf. En dat betekent dat hij door de wedstrijdleiding naar binnen wordt gehaald. U ziet hem hier het rennerskwartier binnenrijden.
ontzettende teleurstelling voor deze Duitser, die tot dan op kop lag. Ik meld u de rijstijl van de man nu op kop, overigens samen met Van Kouwen. Maar we praten dan over Huisman, die een prachtige vierwieldrift iedere ronde maar weer neerzette in de Gerlachbocht. Van Kouwen neemt hier over. Van Kouwen pakt de kop, maar Huisman geeft zeker niet op. Fraaie rijstijl van vooral Huisman, maar toch in niet mindere mate ook van Gerrit van Kouwen. Kijk eens wat een fraaie, spannende strijd. Van Kouwen heeft over. Probeert misschien de slipstream uit. Wat is zijn tactiek? Wil hij de laatste ronde op kop gaan of wil hij vanuit de slipstream bij Huisman wegkomen? Het lijkt erop alsof er geen ruimte is voor tactiek, want steeds maar weer die aanval en steeds maar weer die positiewisselingen. Terwijl we toch hier zien dat Van Kouwen het gat erg professioneel dicht kan houden. Zeer belangrijke finale deze Europese race. De winnaar mag zich Europees kampioen noemen. Gerrit Van Kouwen hier in de panoramabocht op kop voor Harald Huisman. We kijken naar de finish, bijzonder spannend. Daar een wielcontact tussen Huisman die er voorbij wil en Gerrit Van Kouwen. Van Kouwen houdt een beet en wint met een neuslengte voor Harald Huisman deze Europese race. Bijzonder fraaie finish waarbij Erik Baklaar hier als derde over de lijn gaat. Hier zien we een ontzettend blije Gerrit Van Kouwen die terecht winnaar werd en zal blijven Europees kampioen 1984. Wij gaan kijken naar de laatste races. Waar het de Toyota's betreft, de Toyota Corolla Trophy, de kaarten waren hier nog niet geschud, de kampioenen nog niet bekend. Start van de race, het hele spul heel huids door die Tarzanbocht. Waarbij bijvoorbeeld kandidaten waren Bolderhey. En natuurlijk Jaap van den Ende, zij konden kampioen worden. Gaan we eens kijken naar de kopposities. Die worden ingenomen door Bolderhey, van Dedem, Ruitenbeek en van den Ende. En daar zien we ook Gemma van Eck gaan, die steeds beter ging in de Toyota Trophy. Maar zich toch nog niet met de kop van het veld kon mengen. Koppositie voor Bolderhey. Daar zien wij ook Vos gaan blokkeren de rem. Oei, dat kost rubber, dat kost loopvlak en wegligging. Problemen voor John Vos. Bolderhey ziet zijn koppositie teniet gaan. Vos teruggevallen naar een vierde, zelfs vijfde plek. Posities dus. 1 Arthur van Dedem. 2 Evert Bolderhey. En 3 Arie Ruitenbeek. En daar gaat Vos de banden in. We waren er al bang voor. In de vangrail, in de banden, met erg veel schade. John Vos kan naar huis en kan een eventueel kampioenschap vergeten. Arthur van Dedem prachtig op kop rijden in de ADP Toyota. En dan Ruitenbeek daarachter. Ook alweer blokkerende remmen voor die heren. Pas op, daar duikt hij er vol in. Arie Ruitenbeek duikt erin bij Arthur van Dedem. En zo schakelen de beide heren elkaar uit voor een overwinning. Dan blijven over de mannen die alleen beiden kampioen nog kunnen worden. En dat is toch wel heel frappant. Een spannende apotheose van deze Toyota Corolla Trophy 1984. Het zijn Evert Bolderhey en Jaap van den Ende. Deze twee heren kunnen nog kampioen worden. En rijden beiden, zou je zeggen, op de eerste plek van het veld. Bolderhey erlangs neemt de kop over van Jaap van den Ende. Wie wordt hier kampioen? Wie wordt hier winnaar? Wie gaat hier met zo'n prachtige Toyota naar huis? Evert Bolderhey met blokkerende remmen. Daar knalt Van den Ende erin bij de panoramabocht. De spanning is te snijden in deze allerlaatste ronde van de allerlaatste race van het seizoen. Jelle Hing staat klaar, Van den Ende wil er langs, maar zit te ver weg op de slipstreamen. Het is inderdaad Evert Bolderhey die gaat winnen en Nederlands kampioen wordt in de Toyota Corolla Trophy. Daar staan de winnaars. Met kampioen Evert Bolderhey. Over naar de volgende finale race, maar dan wel een heel apart optreden van de Clubmans Engelse automobielen. Ooit geconstrueerd op basis van de Lotus 7.
terug, zou je zeggen, naar de oervorm van racen. Want de heren coureurs zitten achter de motor. Al vlak na de start van deze clubpunts zullen in dezelfde race de Sports 2000 starten. Een gecombineerde race dus alweer, zoals we ook zagen bij de lange afstandsrace waar de Toyota's na de tourwagen starten. Hier een prachtig beeld over deze toch wel unieke clubmans. Daar al iemand met een vleugel die eraf ligt bijna. Je zou zeggen, de man is vleugellam. En dat uitzicht dan al direct in wegliggingsproblemen. Hier Zwolsman en gelegenheidsrijder Fred Krap in de Sports 2000 door Pennzoil gesponsord. Felle strijd in die Sports 2000 en een wel zeer exclusieve gastrijder. En daar gaat alweer iemand dwars. Een zeer exclusieve gastrijder, want wij hadden daar Ross Giaxa de Salvi uit Amerika, of Canada is het eigenlijk, over laten komen. De man die jarenlang furoren maakte in deze klasse, was gelegenheidsrijder in de wagen van Jim Vermeulen. Zwolsman op kop, dat is duidelijk. En daarachter zagen wij Krap en hier zien wij Giaxa de Salvi in zijn zo eigen stijl over het Zandvoortse circuit gaan op weg naar de beide heren op kop. En zo kon het gebeuren met alweer Ross in beeld dat een buitenstaander deze race ging winnen. Want deze Giaxa de Salvi wist zowel Krap als Zwolsman te verschalken. En hier is de start over zo'n 20 seconden met nog afgezegd op Paul Davids Rock. En dan het kon niet op een Britse Formule 3 race om het Marlboro British Formula 3 Championship. Met al direct na de start grote problemen. Kijk eens aan, daar gaat het gebeuren. Daar gaat deelnemer nummer 21, en dat is Paul Jackson, de Engelsman, wordt gedragen naar de Tarzanbocht. Een ongelofelijke crash door een hele vreemde manoeuvre van iemand die helemaal van links komt en naar rechts gaat. En zo Paul Jackson als het ware optilt. En het is werkelijk wonderbaarlijk hoe deze Jackson straks door het hele veld heen, u ziet het prachtig in de herhaling, naar de rechterkant van de baan schuift. Zonder verder letsel, maar wel uit de strijd, deze Paul Jackson. We kijken verder naar de Hugenotsbocht. En ook daar gaat iemand de fout in de banden. En dit is dan het signaal voor de wedstrijdleiding om code rood te geven, de boel stil te leggen dus. En dan komt er een herstart. Startopstelling, bij die herstart zien wij Russell Spence voorop staan met naast zich David Scott. Daarachter Ross Cheever, die een fantastische doorstart heeft. Ross Cheever, de broer van Eddie Cheever, bekend Formule 1 rijder, hier aanwezig in Formule 3 op Zandvoort, neemt direct de kop. Ross Cheever, een uiterst agressieve, maar ook talentvolle Formule 3 rijder. Formule 3 dat vaak als tussenstap genoemd wordt naar Formule 1. En dat zeer spannende races te zien geeft. Daar Ross Cheever, zeer knap op kop rijdend na een prachtige start. En zeker niet van willens om dat uit handen te geven. Maar daarachter was de strijd nog lang niet gestreden. Want we hadden daar natuurlijk nog Russell Spence en Alan Burke. En ook David Scott, de Engelsman. Hier bent u getuige van de rijstijl van de talentvolle Ross Cheever, waarvan ik verwacht dat hij binnen afzienbare tijd ook, net als zijn broer, in Formule 1 terecht zal komen. Hoewel hij ons verzekerde dat hij zeker nog een jaar Formule 3 wil rijden om ervaring op te zien. Tweede plaats op dit moment voor David Scott en een derde voor Russell Spence. Spence in de aanval bij Scott. Tracht binnen door te gaan, zet hem er knap onder. Maar weet dan misschien door de moeilijke lijn er nog niet direct naast te gaan. Geeft echter niet op. Zeer spannend en zeer fraai gestuurd. Ook natuurlijk door die David Scott. Die het gat dicht weet te houden voor de agressieve Russell Spence. Russell Spence die hier diezelfde. En wat is dat ontzettend jammer. Wat zal hij boos zijn. Diezelfde David Scott uitschakelt in de Hugenotsbocht. Daar ziet u Alan Burke voorbij gaan. Die van profiteert. Alan Burke die tot dan op een vierde plaats reed. Maar nu dus derde wordt. Hier de finish van een zeer knap sturende en een erg blije John Ross Cheever.
Gevolgd door op de tweede plaats Russell Spence. En daar nog even een felle strijd. Maar het is inderdaad de Canadees Alan Burke die derde wordt. De krans en het volkslied voor Ross Cheever. En dan ter afsluiting van dit jaaroverzicht 1984 nog één prachtige stunt waarbij Yves Vian een autobus een salto laat maken. Dat u genoten heeft van deze samenvatting en zien u graag in 1985 op het circuit Zandvoort.